Ja, morgen is hij bij ons de gast, Joop van den Ende. Onlangs won Within Temptation voor de vierde keer op rij de exportprijs voor de best verkopende band in het buitenland. Tegelijkertijd is ook hun cd The Heart of Everything uitgekomen. En waarschijnlijk is dat de reden voor de vijfde exportprijs volgend jaar. Zangeres Sharon den Adel en de gitarist Robert Westerholt. Een huwelijk zijn jullie ook, hè? Een stel? Wel een stel, geen huwelijk. Oh, nee, maar jullie, jullie horen bij elkaar. Welkom, dit is de ziel van de band. Jullie zijn niet compleet. Nee, nee, niet de ziel. Niet de ziel, nee. Dan missen we zijn nog zes man. Zes man en één vrouw. Dat hoor je ook te zeggen. Jullie zeiden net overigens, de vorige cd heette The Force of... The Silent Force. Ja. En dat was genoemd naar Stille Kracht van Louis Couperus. Juist. Zo blijven we een beetje in Boekenweek. Ja, daarom. Dacht even aansluitend daarop. Even inhaken. Ja. Wat voor... Ken jij de band eigenlijk, Hugo? Nee. Wat voor muziek maken jullie? Dat is, sorry, een beetje een slome vraag om mee te beginnen. Maar ik wil het toch zo graag van jullie zelf horen. Is het gothic? Is het symphonic? Is het metal? Wat is het? Nou, ik vind het wel symfonische metal. Symfonische rock, symfonische metal. Ja, het ligt een beetje per album anders. Ja. Stevige muziek. Erg filmisch. Dus we gebruiken ook orkest. We gebruiken ook, nou, ik zei het tegen Hugo, die houdt erg van folken. Ja. Maar ook fiddle. Zelfs een banjo op deze plaat. Dus kijk aan. Erg experimenteel. Kijk aan. Jullie zijn groot in Europa. Wat betekent dat eigenlijk? Sta je in stadions? Sta je in grote hallen als je optreedt? Het verschilt per land heel erg. Wat is een land waar het groot is? Spanje gaat heel erg extreem goed. En ook Finland, maar Scandinavische landen sowieso. Maar Duitsland gaat ook heel goed. Maar het is heel verschillend per land eigenlijk. Hoe gaat het in Nederland eigenlijk? Ook goed. Waar speel je nou in Spanje? Waar speel je dan in een zaaltje als Paradiso? Of speel je Nou, in zalen van 3000. 3000 Spanjaarden. Ja. Maar zijn er vaak ook nog wel. Je kiest soms ook zalen uit, niet alleen op de grootte, maar ook om wat klinkt goed. En wat heeft nog enigszins een bepaalde sfeer, gezellige sfeer ook. Oké. Okay. Er is een nieuwe CD uit, er is ook een single uit. What Have You Done? Ja. Jullie hebben, en dat is moedig, want jullie zijn. Alles behalve intiem, unplugged en klein. Jullie zijn bombastisch en groot. Toch zeggen jullie, we gaan een klein stukje met z'n tweeën doen. Ja. Zullen we eerst even naar het clipje kijken, dat we weten waar het vandaan komt? Okay. En dan is het Within Temptation op volle sterkte. Ja, inderdaad. Oké, okay, What Have You Done? Ja, dit is het, hè? Dit herkennen we onmiddellijk. Herken je het nu, Hugo, of niet? Nee. Nog steeds niet, maakt niet uit. Je krijgt een klein lesje Within Temptation. Nu even het geluid uit. Hetzelfde nummer. Ja, maar dan heel kan het alleen maar tegenvallen. Ja. Ik had het liever andersom gezien eigenlijk. Maar. Nee, dat laten we even lekker lang staan. Ik zou zeggen, laat die tering hebben. En ga gewoon lekker akoestisch verder. Maar het mooie, dat laatste, dat is eigenlijk wel een soort trademark van jullie. Dat wat bij country muziek de snik is. Ja. Heb jij een soort... Kan je het nog één keer? Ja! Ja, dat. Ja. Klaas, dat is het, hè? Ja, misschien ben ik wel ook door country geïnspireerd. Nee, maar ik moet zeggen dat er zijn wel zangeressen die ik goed vind, ook op country gebied. Maar het is niet echt een inspiratiebron. Het is gewoon iets wat je van nature doet, eigenlijk. Ja, of leuk vindt. Want je zit er nu heel... Ook basic bij. Basic bij, inderdaad. Ja. Maar op het podium is het ook de ene... Ja, het is ook wat meer... het podium is heel erg aangekleed. Een groot decor wat we meeslepen elke keer. En de kleding is ook vrij... Ja, apart, opvallend. Een beetje barok in geïnspireerd en soms ook wat... heftiger. Ja, heftiger dan je eigenlijk normaal gesproken vandaag aan zou trekken. Ja. Hoeveel zijn deze nu eigenlijk verkocht? Meer dan een miljoen al, hè? Of 2 miljoen? 1,2 of zo, ik weet niet. Ja. Ongelooflijk. Ja. En nu begint er een Europese tour. Ja. In Amsterdam. Ja, morgen beginnen we de Melkweg. En dan, is dat niet een heel piepklein zaaltje voor dit lawaai? Nou, het is pas weer groot. Het is vergroot. Ja, het is ietsjes vergroot. Ja. Het zijn 15.000. Ze hebben het toilet aan de andere kant gezet. Ja, maar er is niet heel veel veranderd, hoor. Nee, maar voor ons is het een ontzettend lekkere opwarmer. En we doen ook aan het eind van het jaar, komen eigenlijk weer terug tot eigenlijk een soort begin en afsluiting. In Nederland staan we dan in Eindhoven, in het Beursgebouw. Ja. Dat is dan een maatje groter. Een grote zaal is het nog weer. Wat is het concert waar je het meest op verheugt nu je weet waar die tour allemaal heen gaat? Ik moet zeggen, in elk land hebben we herinneringen. En sommige goede, sommige minder. En
Bijvoorbeeld in Gothenburg, dat ik het zelf vertel, ik weet het niet. Maar in ieder geval, daar sprong ik naast mijn podium, zeg maar. Daar donderde ik. Ik ben nogal vaker, hoor. Ja. Je sprong naast je podium? Ja, dus ik opeens verdween ik, zeg maar, gewoon achter het podium. Hij dacht even een hele mooie sprong te maken, maar... En in Madrid heb ik hier gehad, we hebben een doek, dat valt altijd naar beneden. En dan staan we daar. We gaan nou alle blunders lopen. Hoe doe je dat nou? Ik zit te denken, ik herinner me aan elke stad, maar dan de blunders herinner je je ook heel goed. Maar wat gebeurde er in Madrid, dat doek valt? Dat doek was verkeerd bevestigd, dus dat viel niet helemaal, dat bleef half hangen. Dus bij ons intro, de helft van de band kon je zien en de andere stond achter dat doek. En dan kwam er een mannetje en die moest dat doek naar beneden trekken. En ook het licht viel uit in Madrid. De stroom. Oké, voor Hugo, die nu van jullie is gaan houden, maar dan op de unplugged wijze. Nog even 20 seconden bedienen. Deze zodat hij naar de winkel rent morgen. Okay, nou, met die snik, met die snik. Ja, ik ga het nog een keer hetzelfde eventjes doen, dan blijft hij ook hangen. Ja, maar kijk hem aan. Kijk hem aan. I've been waiting for someone like you. Deze ligt in de winkels en de Europese tournee begint 14 maart in de Melkweg in Amsterdam. Leuk dat jullie erbij zijn. Absoluut, dankjewel. Thank you.